Vandaag rijden we in de Volkswagen Passat Station Wagon GTE. Dat is een hybrid van Volkswagen. Iedereen die wel vaker naar mijn kanaal kijkt, ben ik best wel bewondering heb voor mooie moderne techniek. En daar is deze Volkswagen eigenlijk geen uitzondering op. Deze auto is uitgerust met een conventionele benzinemotor en een grote accu. Een elektromotor waar hij dan elektrisch op kan rijden. En men heeft als DSG-automaat aangepast met de bekende TSI-blokken. Het beste van twee werelden, de TSI-blokken van Volkswagen zijn best wel toonaangevend. Behoorlijk zuinig. Sportief. Rijden hartstikke goed. Goede cijfers. En de DSG, derde generatie inmiddels alweer. Ja, die doen het ook erg goed. Dat is allemaal hartstikke mooi. Maar wat ook leuk is, deze auto kan ongeveer een kilometer 40, 50 volledig op elektriciteit rijden. Nou, dat is hartstikke leuk. Dat betekent ook gewoon dat je, ja, als het ware een aardige afstand kan rijden. En als de collega's ga je gewoon op benzine verder. Of een combinatie van die twee. Want je kan met deze auto kan je op verschillende manieren gebruik maken. En je kan zeggen van, hier kan je zien welke stromen van energie je hebt. Je kan kiezen tussen van jongens, ik wil volledig op stroom rijden, als je in het centrum gaat, op een parkeergarage, woonerf, dat soort dingen. En je kan zeggen, ik kan een combinatie van die twee rijden. Wat je meestal doet, wat je standaard doet, hè, dat zo zuinig mogelijk rijden. Op benzine wat op benzine en elektrisch wat elektrisch moet. En wat je ook kan doen is dat je zegt van nee, ik wil dat je voor sport gaat, dan druk je op de GTE knop. En met deze knop kan je dus kiezen tussen de, dan staat het e-modus. Ik zit nu op de hybrid stand. Dan maak ik gebruik van beide aandrijvingen. Zowel benzine als de accu. En dan kan ik dan kiezen. En dan, ik heb ook nog een mogelijkheid. Dat is het meest rechterknop. Dat je kan zeggen van nou, ik wil rijden op benzine. Want de accu is leeg. En ik kan, ga dan als het ware de accu opladen. Dan gebruikt hij wel wat een behoorlijk meer benzine natuurlijk. Maar dat kan je bijvoorbeeld doen omdat je de stad nadert, waar je bijvoorbeeld niet mag rijden met benzine. Ik heb hem zo ingesteld dat ik als het ware hier het verbruik ziet van de benzine als de elektriciteit. En je kan echt hier heel mooi zien wat de verbruik is. Ik rijd een beetje 21 en ik gebruik relatief weinig elektriciteit. Ik kan het hier ook zien met deze meter hier. Groen betekent dat hij bij spreken aan het laden is. En blauw betekent dat hij op elektriciteit rijdt. En je ziet dat het behoorlijk, nu hij afremt, behoorlijk aan het bijladen is. Dat is mooi, want die energie die anders verloren gaat, die komt nu in de accu terecht. Die kan ik zo meteen weer gaan gebruiken. Ik rijd nu met de automatische cruise control aan. Die houdt een bepaalde afstand tot mijn tegenligger. Ik hoef helemaal geen gas te geven. Ik hoef niet te remmen. Dat doet hij allemaal zelf. Al hou ik wel mijn voet gereed natuurlijk om eventueel in te kunnen grijpen. Want zo'n systeem is niet onfeilbaar. Maar ik moet eerlijk zeggen, het werkt wel erg leuk. Gelukkig heb ik bij Volkswagen zijn ze wel gewoon geweest om er een klein toerentelletje erin te stoppen. Dus ik kan echt goed zien of de motor dan loopt of niet. En dat was bij de Prius wel onhandig, was dat niet mogelijk, kon je dat niet zien, tenminste niet zo. En het grappige is, omdat we net aardig bespaard hebben, heb ik net 4 kilometer verdiend. Kies voor de navigatie. Mooi scherm, wat groter dan die andere. Hartstikke mooi.
leuke is van deze auto's is, als je natuurlijk een gecombineerd verbruik hebt van benzine en elektrisch, dan kun je beide dingen optimaal benutten. Dit is een Passat Highline, dus dat betekent dat er ook echt alles zo'n beetje op zit wat je kan krijgen. Dus hij heeft een luxe bekleding, dat heb je in de Volkerrand wel gezien. Hij heeft ook een glazen dak, dat schijnt open te kunnen. Zelf zou ik dat niet zo snel, heel snel openzetten. Er zit een hele aardige radio. Nou, dat doet het best aardig. Klinkt eigenlijk goed. Ik vind dat Volkswagen dat de laatste jaren best goed doet. Vanaf de Golf Polo kassen zit de affabriek best aardige systemen erin. Dat je eigenlijk niet zo snel meer, zoals vroeger, zelf aan de gang moest met speakers en kabels, omdat er niet in zat of dat wat erin zat niet bruikbaar was. Mooi duidelijk navigatiesysteem, hè. Je ziet hoe die reageert op de hand dichtbij is. En de bekende layout, hier kan je nog even kiezen om via Bluetooth te werken, of een cd'tje, of een AUX of een USB-stick erin te steken. Mijn ervaring is dat je een USB-stick erin steekt, dan vrij snel vindt hij het verhaal en dan speelt hij hem ook af. Werkt best heel leuk. En hier kan je ook nog wel de verschillende weergaven zien. Hier kan je heel mooi de energiestromen zien. De motor draait. Dan rijden we vrij rustig 100. Maar wat me wel opvalt is dat het verbruik is nu dan niet echt extreem laag. Dan moet je echt bij wijze van spreken meer op de accu gaan rijden. Maar goed, die is dan in 40-50 kilometer leeg. Al moet ik natuurlijk wel zeggen, voor het formaat en de klasse van deze auto is het natuurlijk wel heel gunstig. Maar goed, dan ga ik weer vergelijken met Octavia. Waar ik heel erg makkelijk 1 op 18, 1 op 19, 1 op 20 mee rijd. En dan kan je het niet tegenaan. Nu gaat hij versnellen. Want ja, de auto die het voor me rijdt is weg. Ik moet wel zeggen, het werkt allemaal erg mooi hoor. Dan geef ik een tintje gas bij. Ik wil die vrachtwagen voorbij. En ik moet eerlijk zeggen, hij is echt rap. Hier zit meer dan genoeg pit in. En ik heb de GTE nog niet eens geprobeerd. Dus dat gaat goed. En je ziet dat hij vandaag nou weer elektriciteit gebruikt. En nu gaat hij weer over de machine. Goed, wat aan hem. Deze auto is qua afwerking, zoals het van VAG bekend ben. En deze Passat, deze B8 generatie, is weer een behoorlijk stuk opgeschoven. Richting Audi kwaliteit, zou ik maar zeggen. Dus dat betekent dat je voor een redelijk bedrag gewoon best wel een hele goede auto koopt. Dat is wel heel erg fijn. Denk ik wel, is hybride de toekomst? Laat ik zo zeggen, ik denk dat hybride een onvermijdelijke tussenstap is tussen de huidige volledige benzineauto's en diesels en volledig elektrisch. Want ja, daar zitten best nog steeds wel wat problemen aan. De kostprijs. Ik bedoel, als je kijkt naar een beetje een leuke elektrische auto. De enige auto die een beetje in de buurt komt, dat is een Nissan Leaf in het gewone segment. En een bepaalde Hyundai's en Kia's. Volkswagen heeft wel ook zelf ook wel een auto. Want je kan deze GTE-techniek ook krijgen in de Golf. Helaas is dat alleen een 5-deurs en niet een station wagon. Voor mij persoonlijk is een station wagon erg belangrijk. Want
ik heb een gezin met hobby's. Een beetje gemiste kans. En ook jammer dat deze techniek niet voorhanden is bij de Skoda's. Maar goed, de volledig elektrische auto's zijn nog steeds behoorlijk aan de prijs. En daar vraagt men toch best wel een bedrag voor. Dat is aanschafprijs. En de meeste mensen die kopen niet meer nieuw. Want het percentage gewone particulieren dat nieuw koopt en rijdt, is natuurlijk behoorlijk verminderd de laatste jaren. Ik bedoel, ik doe het zelf ook niet meer. En dus wij spreken meer dan 10 jaar geleden dat ik mijn laatste nieuwe auto heb gekocht. Het is gewoon te gek, te duur. Je schrijft er veel af. Tegenwoordig koop ik allemaal jonge auto's waar de kop vanaf is. Vaak zijn het ook auto's die ik getest heb. Omdat die gewoon een positieve indruk op me hebben gemaakt. Nou, we rijden 130. Motor hoor je niet. Wat hoor ik wel? Ik hoor de banden. Ik hoor de windruis. Ik had eigenlijk wel gedacht dat deze Passat ten opzichte van een C-segment Octavia toch wel een stukje verder was. Dat is dus gewoon niet zo. Ik moet zeggen, dan rijden we 130. En die doet hij gewoon met gemak. Hè. Hij loopt op rails. Zonder een centje moeite of wat dan ook, rijdt deze auto gewoon op rails. Dat vind ik heel fijn. Dat gaat echt hartstikke mooi. Maar ik had wel gedacht dat het stiller zou zijn. Niet dat het nou een lawaaibak is, absoluut niet. Ik bedoel, ik heb genoeg auto's die veel meer herrie maken. Maar ik had gedacht dat de stap vanaf de Octavia Golfklasse een flink groter is. Dat het een grotere stap was geweest. Nou, dat is dus niet zo. De stapje is eigenlijk heel erg klein. Ben je dan bekocht? Nee. Het heeft meer te maken is dat eigenlijk dat Octavia, het gewoon heel erg goed doen. Dat zegt eigenlijk een heleboel. Deze auto staat op het MQB platform. Weliswaar verlengd en iets aangepast. En nu gaan we volledig elektrisch rijden we verder. Druk op de knop en ik even dus ronddraaien. Maar goed, dan is hij natuurlijk wel binnen een tiental kilometer natuurlijk wel op. Hij verbruikt ongeveer 21 kilowatt per 100 kilometer. Dat is op zich best heel goed, want ik zie dat de tal van andere auto's, Tesla's en andere dingen, die zitten toch wel een beetje boven. Nou rijd ik een helm op. Dan loopt hij natuurlijk gewoon op. Wat ik wel apart vind, trouwens, dat deze auto geen HUD heeft. Je ziet ook bij heel veel auto's in deze markt dat men de informatie op de voorruit projecteert. Het heeft deze auto gewoon niet. Tenminste, het heeft nog niet aangetroffen. Er zitten veel knopjes op het stuur. Hier kun je de verschillende dingen bladeren. Hier links de knopjes van cruise control. Rechts kun je bladeren. Je telefoon opnemen als je die gepaard hebt. Andere die van muziek opdoen. En deze knopjes waar je eventueel, als jij de bak in handbediening zet, waar je zelf mee kan flipperen. Zelf zie ik daar de meerwaarde niet zo van in. En ik moet zeggen, deze derde generatie DSG, die doen het eigenlijk best heel erg goed. Ik moet eerlijk zeggen, dat hebben ze gewoon goed voor elkaar. Mijn vacht. In de B-stand gezet, dan gaat hij wat nadrukkelijker remmen op de elektromotor en de energie gaat hij als het ware terugwinnen richting de accu. Dat doet hij wat nadrukkelijker.
ander puntje van kritiek. Als je de schakelaar verplaatst, dan brandt het lampje mee. Maar dat is zo flauw, dat is gewoon heel slecht te zien. En dan moet je echt kijken naar je dashboard, waar je ook een aanwijzing hebt, dat je dat doet. Dat vind ik wel een beetje apart, als ik heel eerlijk ben. Had ik eigenlijk wel verwacht dat wel iets beter was. Dit lampje gewoon erg slecht te zien in het daglicht. In het donker waarschijnlijk geen enkel probleem. Maar bij een dag als vandaag, en het is niet eens helder, is dat dus wel. Terug naar hybrid. Want dan rijd ik weer op hybrid. En zo rijd ik weer op E-mode. Ik vind het handig dat je zo makkelijk kan switchen al gelang wat jij doet en wat je gebruikt. Dat betekent als je een kort stukje in de stad rijdt, kan je het rustig op volledige elektriciteit doen. Wanneer gebruikt de auto de meeste stroom? Als je op een woonerfje rijdt, je parkeergarage uitrijdt, krappe bochtjes stoppen, draaien, doen en alles. Maar dan is een benzinemotor vreselijk inefficiënt. Maar zo'n elektromotor is juist vreselijk efficiënt. En hier kun je heel makkelijk het ook doen. En ik moet eerlijk zeggen, ja, dat werkt gewoon erg goed. Ik moet eerlijk zeggen, dat is heel mooi gedaan. Nou, ook bekend, typisch Volkswagen systeem, dat je de eventuele files van ongelukken doet. En hier kan je de hele Douglas oude reet van alles nog wat kan je instellen. Maar dat doen we niet. Je kunt geen ook een en ander met de voice command kun je doen. Het werkt, maar niet briljant. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dat is best lastig. Want een auto heeft ook heel veel last van allerlei bijgeluiden. Piepen, kraken, knarsen, muziek, weet ik veel wat er allemaal is. In je auto, mensen die in de auto praten, achterin. Het is lastig voor zo'n systeem om dat allemaal rekening mee te houden. Van deze auto. Het is een goed rijdende auto. Leuke aanbieding. Klein dingetjes. De wegling is gewoon briljant goed. Wie niet op Nürnberg rijdt, maar gewoon lekker rijdt, heeft een heel goede auto aan. Niet te hard, niet te zacht. Voldoende gevoel. Ondanks het elektrische stuurbekrachtiging is, krijg ik toch in mijn vingers door wat ik wil weten. Ik denk dat je deze auto juist benut. Is dit gewoon een hele leuke auto die gewoon heel goed rijdt en waar je ook gewoon heel goed mee kan doen, aardig kan besparen op je benzinerekening. Want laat ik het zo zeggen, als ik 40-50 kilometer rijd op elektriciteit en ik betaalde maar een paar dubbeltjes voor, ongeveer 2,5 uur is je vol van helemaal leeg, ja, dan kan je geen benzine tegen nakomen. Met op benzine rijden, dat is wel 4-6 keer zo duur. Dus ik als privérijder, ik weet wel waar ik ermee zou kunnen verdienen. Het is ook flink goedkoper. Maar ik heb niet de stress van ik kan altijd thuis komen. Ik kan altijd rijden. En dat is hartstikke mooi. Je hebt ook een gewone stekker bijgeleverd. Ik heb in een gewoon 22 stopcontact kan stoppen. Dat duurt natuurlijk wel wat langer. Maar dat kan dus wel. Je komt echt niet te staan. Maar hij presteert wel als een volwaardige auto. Die voldoende vlot is. Ruim is. Luxe, comfortabel. Ik denk deze auto best wel aanraden. Wat ik wel heel verpand vind is dat deze auto, zo'n beetje de hele oplage van bepaalde jaargangen, die zijn volledig in Nederland verkocht vanwege de bijtelling. Vorig jaar 4%, is nu 7% geworden. Nou, dat vind ik grappig eigenlijk. Dat andere landen worden iets minder verkocht. Maar dat heeft te maken dat deze auto behoorlijk zo duurder is. Met een gewone 1400, 1,4 met een DSG. Er is een behoorlijk prijsverschil in. In Nederland niet, omdat je een behoorlijke korting krijgt op allerlei belastingen. En dat is wel een dingetje. Ik denk wel dat zo'n hybrid systeem wel de toekomst heeft. Maar veel hangt wel heel erg af van wat de overheid doet. De
de overheid in Nederland is niet echt hybrid-minded, want die denken, ja, ze pakken de voordelen en rijden gewoon lekker op benzine. Nou, dat zullen sommige lease-oude rijders zonder meer doen. Zeker degene die geen laadpaal bij huis hebben. Maar goed, de overheid kan dat natuurlijk dat best afspijkeren door te zeggen van, joh, je rijdt zo'n auto, maar dan moet je ook een elektriciteitspas abonnement hebben. En dan je dat je daar bij spreken nog elektriciteit tankt, en dat je dan bij wijze van spreken als het ware je voordeel kwijtraakt. Dat zou een eerlijke manier zijn. Je krijgt tot 2026 behoorlijk korting op de wegenbelasting met deze auto. Dat is bij wijze van spreken iets van 270 euro per jaar of zo. Nou, dat is bijna net zoveel als ik voor een Octavia betaal op benzine. Deze auto is wel zo zwaar, 1600 kilo. Maar voorlopig heb je daar geen meerprijs van qua wegenbelasting. Dus dat is wel een dingetje. Nou, dat was hem dan. Een korte indruk van deze auto. Bedankt voor het kijken en tot ziens.